Een ooglidcorrectie, maar dan eentje zonder snijden. Dat if it sounds too good to be true, it is too good to be true. Ja, in dit geval dus niet. Het is, um, uh, dat hoor ik heel veel van mijn, ja. van mijn uh, klanten zeggen, nou dat kan niet, ik nee. moet ook wel te zeggen. Het was wel grappig, en uh, ik vertelde het aan een vriendin. ...en ik liet allerlei filmpjes zien... ...en die zat wel twintig keer... ...zat ze echt zo van... ...ja, maar dit kan niet. En hoe werkt het dan? En hoe werkt het dan? Ja, want dat was mijn volgende vraag. Hoe werkt het? Plexer nou, is het. Ja, plexer. Nou, dat is plexer soft surgery. Het is... Um, ...in principe is het een... Uh, ...het werkt met plasma... ...en uh, geioniseerde gasmoleculen. Nou, dat zegt mij ook helemaal niet zoveel. Ik wou net zeggen... ...maar het, het is een beetje als een soort bliksem. Eigenlijk... Uh, ...ja, als een soort bliksem. En die bliksem... Dat, uh, ja, je gaat dan eigenlijk met dat kleine dingetje, ga je eigenlijk net boven de huid ja. en dat geeft een, ja, een soort lichtflitsje. En wat het belangrijkste is, uh, het zorgt ervoor dat het huid verdampt, maar wat veel belangrijker is, het verstrakte de huid. En natuurlijk heb je meerdere van dat soort flitsjes nodig om een goede verstrakking te krijgen. Ja. En dat is de essentie van deze behandeling. Dus dat het de huid verstrakt. En waarom bij op de oogleden? Ja. Nou ja, kijk, en, kijk is het, dus, het is dus zo. Het verstrakte huid, maar je snijdt het dus niet weg. Je snijdt het niet weg, maar doordat je. Nou, pak een beet. Uh, kijk, uh, de meeste vrouwen of de meeste mannen. Uh, die hebben zich, ergeren zich al langer aan hun oogleden. En pas als het echt heel erg is. Ja. dan gaan ze naar de, naar de chirurg. Maar het feit is, met deze behandeling kan je dat dus wat sneller doen kan je wat, uh, ja eigenlijk, uh, die keuze kan je wat, ja je hoeft er minder lang mee te lopen. Ja. En het feit is, is als je met deze behandeling dus een pak een beetje 4 of 5 millimeter in één keer weghaalt, ja dan heb je eigenlijk al het grootste probleem, opgelost. En is het zo dat het dus alleen geschikt is als het nog niet zo erg is? Nee, het is ook echt, geeft ook echt goede resultaten als het ook is heel heftig is. Maar daar durf ik niet te zeggen dat het in één keer. Ja, nou, dat goed. was. Moet je het meerdere keren doen? Dan kan je met in meerdere keren kan je dat dan uh, kan je dat behandelen. Dus en. Uh, ja, zeg maar. Nou ja, ik was benieuwd wat wat kost het. Nou, dat willen we natuurlijk allemaal gewoon als eerste weten, nou, jongens, wat kost het? Nou, het is in principe is het, uh, als je kijkt naar een ooglidcorrectie, is het meestal rond de 1000 euro. Hè? Ja, nu wat tussen goedkoop. de 650 en de 1000 euro. Ja, precies. Nou, en dit is ongeveer dit is 550. Voor één keer? Voor één keer, maar goed, een nabehandeling, dat hoort er ook bij natuurlijk. Hè? En wat is het, het herstel? Ja. Dat willen we natuurlijk ook allemaal weten. Dat is heel belangrijk. Uh, zeker, ja, dat is gewoon heel belangrijk. Ja, want bij een ooglidcorrectie is het vaak zo dat je blauw bent en gezwollen. Ja, en, uh, en echt dat je ook gewoon dat mensen echt ja, helemaal dag. niks meer kunnen zien. Ja. Nou, niet een dag, wel wat oh. langer hè? Dat, dat duurt... dat Blond, is, hè? Blond. Ja, oké. Okay. Ik dacht een dag. Oké, okay. maar... Je hebt wel gelijk. Het is, um, als, je de ooglid, uh, als je dit doet, dan ja. krijg je allemaal van die bruine plekjes. Ja. Die bruine plekjes gaan binnen vijf tot zes dagen ze, ze af. Korsjes. Die ja. korsjes ja. Ja. Uh, dus dat is zes dagen. Mm -hmm. Daarna is de eerste twee dagen, gaat er wat zwelling. De eerste dag is een beetje zwelling. De tweede dag is het maximum van zwelling. Dat is wel even belangrijk voor patiënten, omdat uh, ja, ze denken van nou, dan. Uh, dan nou, kan je weer werken. Het is kan altijd... je weer werken, maar in de tweede dag heb je toch ietsjes meer zwelling. En dat hoor ik ook vaak van mijn patiënten terug. Dat is, een, met een is het maar altijd een fotootje. Is dit wel goed? Dit is helemaal goed. Hoort erbij. Ja. Daarna gaat eigenlijk al heel snel die snelle zwelling gaat gewoon weg. En dan is ongeveer, nou ja, nou als die korstjes weg zijn, dan blijft het nog een beetje wat rooier. Een beetje rooie gehuid. En die rooie gehuid duurt ongeveer drie weken voordat dat helemaal een beetje weg is. En het risico. Want ja. Ja, zitten ja. er risico's aan? Nou ja, in, het mooie aan deze behandeling is dat de risico's reden, echt heel klein zijn. Je zit niet te snijden, dus je kan niets, eigenlijk geen blauwe plekken krijgen. Behalve ja, als, van de verdoving zelf, daar kan je eigenlijk de blauwe plek van krijgen. Ja. Je kan niet zenuwen doorsnijden. Kapot je kan geen spieren doorsnijden, wat soms ook wel eens gebeurt bij een mm -hmm. ooglidcorrectie. Maar er zit wel een belangrijk punt waar je wel. Uh, uh, rekening mee moet houden. En dat is, ja, je moet heel goed de zon moet je tegen beschermen, want het kan hyperpigmentatie en hypopigmentatie. Want jeukt het? Um, de eerste paar dagen kan het een beetje jeuken, maar niet veel. Dus niet krabben aan de korstjes? Nee, absoluut niet. En, ab en krabben aan de korstjes kan ook ervoor zorgen dat je weer uh, nou ja, dus nieuwe littekens hebt. Nieuwe littekens. En met littekens kan weer Pigmentatie verstaan. En hey, nou zie je al die kleine puntjes. Ja. Blijf je dat zien? Die puntjes gaan weg. Die gaan helemaal weg. Ja, absoluut. He, en is het permanent? Ja, dat is toch mooi? Ja, het sounds too good for you too. Ja, ik, 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 ik vind het altijd met dit soort behandelingen, denk ik, ja, weet je, ja. What's, what's the catch? Ja, nou ja, dat is, dat is ook bij mij ook altijd zo, omdat ik dat ook altijd denk. Maar ik dacht zo. Hier zit eigenlijk nauwelijks ja, een catch. Maar het is alles met alles wat je moet doen. Dus je moet een goede indicatie maken. Ja. Uh, dat maar, is ook vaak de catch. Hè? Dat mensen het resultaat. dat ze te hoge verwachtingen hebben van, het, van de behandeling. En, ja. dan denk ik van, en uh, dat wordt ook een, soms een beetje opgeklopt door de fabrikant zelf. Tuurlijk. En, en door de artsen. En door de artsen. Nou, ik probeer altijd gewoon die, die verwachtingen precies te zeggen zoals het is. En, maar ik moet wel zeggen: uh, het heeft, geeft echt goede resultaten. Ik vind het. Uitstekend is dat je al in de eerste keer al verwachtingen krijgt. En wat nog belangrijker is: kijk, als de resultaten iets minder zijn dan ze zouden verwachten, je kan het gewoon nog een keertje doen. Dus dat betekent dat is wel prettig, natuurlijk. Maar hoe snel zie je resultaten? Dus je doet die flitsen, en dan? Dan zag je dan zie je het eigenlijk vrijwel direct. Je hebt het ook gezien tijdens de behandeling. Ja, je ziet gelijk die, die huidverstrakking, maar ja. hoe lang blijft dat? Wordt het nog strakker? Um, het gaat, eerst gaat, er komt er een zwelling ja. en daarna uh, komt er... Uh, Kijk, met botox moet je altijd twee weken wachten. Nee, en je ziet eigenlijk direct resultaat. Super bedankt voor het kijken en wil je op de hoogte blijven van allemaal video's? Abonneer je dan op mijn kanaal. En je kunt me ook vinden op Facebook, Twitter en Instagram. En natuurlijk mijn blog furro.nl Dankjewel voor het kijken. Doei!